Ja, doe maar. Hup, klasse jongen. Hardo. En spullen. Klasse. Opscheppen en rol terug. Blijf zijwaarts. Hup, 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 hup. Uitgangshouding. Klasse. Opscheppen en ga door. Kom naar mij. Ja, uitgangshouding staat voor je. Goed. Gooi terug. Door, door. Klasse jongen. En doorwisselen. Goed gedaan, Roodje. Let op dat je niet te laag gaat staan. Ja. 3, 2, 1. Ja, doe maar. Hup, hup, hup. Klasse jongen. Spullen. Mag wat strakker. Gooi weer terug. Ga door. Zijwaarts. Hup, 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 hup. Uitgangshouding. Klasse Stief. Ga door, jongen. En zijwaarts. Uitgangshouding staat. Gooi pakken. Gooi terug. Ga door. Klasse. En gooi weer terug. Oké, doorwisselen. Let op. Kom maar goed achter de bal, Stief. Dus niet gaan rekken. Voetenwerk gebruiken en goed erachter komen. 3, 2, 1. Ja. Hup, hup, hup. Uitgangshouding. Goed. Klasse. Let op je knieën niet op de grond. Ga door. Hup, tip, 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 tip. Klasse, uitgangshouding. Goed, ga er. Hup, zijwaarts. Uitgangshouding, voor je pakken. Goed, gooi terug. Klasse, jongen. Ga door. Goed, en doorwisselen. Let op, blijf hem goed uitvoeren. Blijf je uitgangshouding goed houden. Blijf goed zijwaarts bewegen. Niet kruisen, geen zeehondklap. Gewoon die voeten naast elkaar houden, ja. 3, 2, 1, vamos. Hup, 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 hup. Spul in. Klasse. Goed, jongen. Pak hem verder voor je. Ga door. Hup, zijwaarts. Goed, kerel. Staan. Klasse. Ga door. Hup, zijwaarts naar mij. Blijf zijwaarts. Staan. Voor je pakken. Hou vast. Come on. Door. Ga door. Goed. Oké. Okay. Waardoor komt hij tegen je gezicht aan? Ja, maar hoe komt dat? Enig idee? Hoe pak jij de bal? Ja, je pakt hem hier. Probeer hem verder te pakken, zodat hij niet tegen je gezicht aanknalt. Maak de juiste keuze. Ben je trouwens begonnen? Ja, oké. Okay. Wat ging er beter? Hè? Huh? Voetwerk ging beter. Klopt, we gingen steeds sneller naar zijwaarts. Maar je hebt dit en je hebt dit stukje. Wat ging er hier beter? Wat deden we hier beter? Zijwaarts lopen. Niet kruisen, maar dat is basic. Dat deden we altijd al. Ja. Qua uitgangshouding, qua vangen, qua spanning creëren. Wat ging er beter? Ik kan je wel wat aanvulling geven. De timing wanneer je klaar stond. Dat is belangrijk. Dus gooit iemand, ja, of trapt iemand. Dan moet je klaar gaan staan. Dus dan moet je die spanning al gecreëerd hebben. Ja? Snap wat ik bedoel? Oké. Let op. Blijf altijd die punten meenemen. Hè? Kijken, positie, uitgangshouding, verwerking. Ja? Goed voor je vangen, goed aanbieden. Enzovoort, enzovoort. Wat we nu gaan doen is, let op, Jorn, je hebt de bal aan je voeten. Steven, je hebt de bal aan je voeten. Je gaat voetenwerk naar Jorn. Ja? Klaarstaan, Jorn geeft een lage bal in de korte hoek. Dus rechts. Ja? Daar. Maar laat hem eerst staan en hou het pakbaar. Ja? Daarna, verwerken, teruggooien, voetenwerk naar Steven. Ja? Klaarstaan, Steven, in de korte hoek bij Roan. Ja? Maar laat hem eens goed staan en hou het pakbaar. Dus niet 30 meter naast gaan trappen, nee. Train hem. Ja? Daarna kom je naar mij. Uitgangshouding, komt er een hoge bal. Die verwerk je. Ja, gooi je terug. Weer positie kiezen. Wacht totdat hij klaar staat, Sam. En jij gooit hem ook hoog op, zodat hij in moet klimmen. Let op. Gooi hem hier. Zodat hij erin moet klimmen in plaats van achteruit lopen. Ja. 3. Wacht even.